Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Welkom bij een nieuwe uitzending van de Tafel met Leendert. Uiteraard vanuit restaurant Luxor aan de Stationsweg in Leiden. We gaan het vandaag hebben over mijn favoriete sporten, zwemmen en waterpolo. Want wat is het geval? We hebben twee topsportverenigingen in Leiden. De Zijl Zwemsport en ZVL. De voorzitters willen fuseren, maar bij LZ is er een klein, maar misschien mogen we het wel opstandje noemen, van de Next Generation gekomen. Die zeiden, dat gaat ons allemaal iets te snel. En met de voorman daarvan, mag ik wel zeggen, Marnix, ga ik je verder over praten. Marnix, welkom in de uitzending. Dankjewel, Leendert. The Next Generation, het gaat over fusie, wel of geen fusie. Veel over gestaan in de krant. Laten we eerst één hele duidelijke vraag stellen nu. Gaat er gefuseerd worden, ja of nee? Want zelfs dat was een beetje onduidelijk. De leden hebben zich unaniem uitgesproken tijdens de bijzondere ALV. Van LZ, hè? Ja, van LZ, 1886. Ja. Daarin is duidelijk aangegeven dat op dit moment geen fusie aan mogelijk is. Toch lezen we al een heel tijd, hè, in de media dat die fusie eraan zit te komen. De voorzitters van de twee verenigingen, de Zijl Zwemsport, dan hebben we het over Albert Spijker, en jullie voorzitter, ja, Jan Bredeveld, die waren er eigenlijk al een beetje uit. Die hebben dat ook niet onder stoelen of banken gestopt. Die willen het liefst gaan fuseren. Waarom gaat het dan toch mis? Je zou zeggen, Dat doe je morgen. Ik denk dat men op dit moment een paar stappen heeft overgeslagen. Mm-hmm. Wij, Next Generation, zijn tot stand gekomen door het feit dat er al vooraangekondigd in het Leids Dagblad gestaan heeft dat een fusie kwam. Yeah. Echter zijn de leden nooit erover geïnformeerd. En dat is denk ik de grootste stap waarom nu gezegd is, door ook de leden heel duidelijk, nee, we gaan eerst bij ons kijken alvorens we gaan fuseren. Toch heb ik daar een vraagje over, want je hebt met twee verenigingen te maken. Mm-hmm. Jullie je homebase in het 5 Meibad. Ja. De Zijl Zwemsport zit bij Zwemmer de Zijl. De ene vereniging heeft op dezelfde manier gegaan. De ene vereniging heeft gezegd, wij vinden dit prima. Mm-hmm. Ook unaniem is er bij de Zijl gezegd, laat maar komen, die fusie. En jullie zeggen, ja, we zijn niet goed geïnformeerd. Waar zit dan het verschil? Waarom doen de mensen van de Zijl, hebben daar geen probleem mee en jullie wel? Dat durf ik niet te zeggen. Dat zou je eigenlijk aan Albert Spijker moeten vragen of mensen die daar intern zitten. Ik weet dat van ons uit, dat het belangrijkste is dat je ten alle tijde ook iedereen informeert en ook meningen polst. Zodat je op een conclusie kan komen van ja, daar kan ik mee verder. Op dit moment is gewoon heel duidelijk gebleken dat de huidige situatie voor ons het best werkzaam is. Yeah. Mocht ook blijken, en dat heb ik ook aangegeven in het eerdere artikel, dat TZT-fusie noodzakelijk is, dan zal daarnaar gekeken worden. Maar er zijn op dit moment stappen overslag om een gezond traject van fusie in te kunnen gaan. Ja, want de situatie nu noem je al. Laten we daar eventjes naar kijken, want het is al, hè, die waterpolo-wereld, er zitten veel samenwerkingen zitten daarin. Eigenlijk zijn er twee zelfstandige verenigingen in Leiden. En nogmaals, ZVL en de Zijl Zwem, of ZVL, LZ en de Zijl Zwemsport. Ja. Jullie hebben een eigen zwemafdeling. Ja. Jullie hebben een eigen triathlonafdeling. Nee. Oh, dat jullie niet. Oké, de Zijl heeft dat wel. De Zijl heeft dat. En jullie hebben nog een herenwaterpolo die zelfstandig opereert. En dan is er wel een ZVL, het succesvolle ZVL, dat ook het eerste landskampioenschap bij het waterpolo, dames naar Leiden haalde. Mm-hmm. Landelijk, op het hoogste niveau. Daar is wel een samenwerking. Bevalt die niet? Samenwerkingen heeft twee kanten. Je moet altijd kunnen kijken van hoe gaat iets, waar zijn knelpunten, waar ligt het aan, hoe kunnen we dat oplossen. In mijn toetreden bij de club, in het bestuur, heb ik gemerkt dat er een aantal knelpunten zijn. Die knelpunten moeten we gewoon goed onderzoeken. Wat zijn die knelpunten? Hou ik graag binnen. Ja, zou je heel graag willen weten. Ja, natuurlijk. Ja, je bent voor openheid. Je zegt van maar de openheid. Next Generation zijn van openheid. Klopt. Maar dat doen we ook gewoon intern met de leden en met het bestuur. Ik denk dat als ik nu naar buiten ga treden over de problematiek, de knelpunten, wat ik ook aangeef in het artikel, is dat men dan gaat gissen over dingen en dat ik voor mijn beurt spreek. Ja. We gaan kijken naar deze punten, we gaan goed kijken en dan gaan we vanzelf zeggen van oké, dat kan wel en we kunnen op die voet verder. Ja. En dan van daaruit kun je ook samenwerken. Maar als je niet samenwerkt met evaluatie,
dan gaan er scheve gezichten ontstaan. Ja. En let wel, natuurlijk is ZVL een succesverhaal, dat hoor je mij ook niet zeggen. Alleen is daar ook een knelpunt aan eerder aan afgegaan, als ik me goed heb ingelezen, ja, dat Vivax daar is uitgestapt. Ja, Vivax is uit de startgemeenschap met de zelfzwemsport gestapt. Ja, maar ook daar is de samenwerking niet goed gegaan. Dus moet je kijken naar van waarom gaan samenwerkingen niet goed en waarom kunnen we tot wel een betere succesformule maken dat beide partijen tevreden zijn. Ja. En de knelpunten die er zijn moeten gewoon goed bekeken worden door LZ. Ik ken de zwemwereld goed. Ik heb zelf in de zwemwereld gezeten. Ik ken de verenigingen ook allebei goed. Er is, nou laat ik het er nog niet aan, nee. Is er een cultuurverschil tussen de twee verenigingen? Nou, voordat ik daar antwoord op geef, ik ken beide partijen ook. Yeah. Ik heb een triathlonstuk bij LZ, bij de zeil zitten. Yeah. En ik zwem lekker nu gewoon bij LZ. Om jouw vraag een antwoord te geven, ja, die is er. Ik heb die ook gezien. En het cultuurverschil is volgens mij, de zeil is een vereniging die heel erg op waterpolo gericht is. En op topsport, een beetje topsportmentaliteit ook. ZVL is misschien wat gezelliger, wat gemoedelijker. LZ is wat gezelliger en wat gemoedelijker. Ik denk dat je de plank daar mislaat. Ja? Okay. Dat hangt er vanaf eventjes. Natuurlijk is gezelligheid moet ook voorop staan. Dat is ook belangrijk, want als je alleen maar topsport bedrijft, wordt men een robot. Dat heb ik zelf ook ervaren. Dan ga je en dan sla je op een gegeven moment de plank mis. Het belangrijkste is dat je een warme groep creëert waarin je samen kunt drijven naar het hoogst haalbare. Mm-hmm. En het is niet voor niets dat LZ al jaren meedraait in de top zwemmen. Heeft gedraaid met waterpolo, dat is afgezwakt, dat weet iedereen, dat is ook bekend, daar hoef je niet omheen te draaien. Maar het is dus niet per se dat... Maar ook zwemmen gebeurt niet op het hoogste niveau. Wat ik weet is dat we goed meedraaien op dit moment bovenin. Ja, in de A-klasse. Wij draaien goed mee. Ja, jullie doen niet de hoofdklasse. Nee, het is geen hoofdklassevereniging, toch? Nee, maar we draaien wel goed mee op de NK's, de NJK's. We draaien dus goed mee. Ja, jullie draaien goed mee, maar het is... Maar dat is dus het verschil tussen... Wat versta je onder topsport? Is topsport unaniem dat je doorgaat? Mm-hmm. Of is topsport dat je meedraait en in ieder geval aan kan poten? Want er is een verschil. Ja, maar er is het inderdaad. En ik heb het idee dat bij de zeil, en zeker als je het bij het waterpolo bekijkt, daar moet op het hoogste niveau meegedaan worden, in de hoofdklasse. Mm-hmm. En dat dat bij LZ, in ieder geval op het moment, wat minder belangrijk is. Dat de club belangrijker is dan wat je met elkaar hebt. We willen sowieso ten alle tijde het hoogst haalbare voor de situatie. Dat betekent dat je van elkaar eist en verlangt dat je gewoon de topprestatie haalt. Ja. Dat wordt ook van mij verwacht in het water als ik de zwemmen doe. Maar ook als voorzitter van de waterpolo moet ik op me kunnen presteren. Maar dan zou je denken, als je dan twee verenigingen hebt. Ja. De ene zegt van mij, doet het goed op zwemgebied. Uh-huh. Veel minder op waterpolo-gebied. De andere doet het goed op waterpolo-gebied. Niet zo heel goed op het gebied van zwemmen. In dezelfde stad, met maar 120.000 inwoners, daar moeten we er ook nog even bij zeggen. Waar een zwembad gebouwd gaat worden, waar nu de Vliet staat, één zwembad. Waar beide verenigingen in moeten gaan functioneren. Want van beide, de zeil blijft nog staan, maar in ieder geval het 5 meibad gaat afgebroken worden. Ja. Is het dan niet zo, is het dan niet een ABC'tje om te zeggen, ga lekker samen. De krachten bundelen. Dat zou je zeggen, dat het een ABC'tje is. Maar als de B ontbreekt om naar C te komen, moet je eerst kijken waar ligt dat aan. Ja. En daar is in mijn optiek en ook de Next Generation optiek zijn gewoon stappen overgeslagen. Ja, en het aparte, jullie zijn heeft het iets te maken met nostalgie? Hè? De oudste, zo'n oude zwemvereniging. Het zal zomaar ongetwijfeld zeer doen als er een fusie doet. En dat is voor beide partijen, want je pakt een stuk cultuur weg. De oudste vereniging van Leiden, landelijk. Het is een formule die ontstaan is en daar groeit men in en daar floreert men in. Maar op het moment dat je gaat fuseren, zijn er altijd partijen die het onderspit delven. Mm-hmm. En dan kan zijn dat mensen weg vertrekken, je kan leden die komen of die juist weer weggaan. Dat zal altijd. Ja, maar denk je dat LZ genoeg bestaansrecht heeft? Ik denk dat LZ, mits alle punten opgelost worden, goed genoeg is om te kunnen draven. Echter, zullen we wel samenwerking moeten doen
op bepaalde punten. En dat zijn bijvoorbeeld? Ik denk dat zoals we nu bezig zijn met de samenwerking binnen de polo, dat dat misschien een goede is. En die moeten we ook misschien doorzetten. Dan ook bij de heren? Als dat ertoe drijft dat inderdaad de heren dat zullen nodig hebben, dan zal dat moeten, ja. Ja, maar ga je dan niet een klein beetje... bij het waterpolo, waar de zeilgoed hun sterke kant, daar willen we wel in samenwerken. Maar de zwakkere kant niet? Is het, moeten we dan... Nee, ik denk niet dat je het zo moet zien. Kijk, wat wij aangeven is, we hebben op bepaalde punten samenwerking nodig. Mm-hmm. Dat doen we al. Waarom is het dan verkeerd? Nee, het gaat niet om verkeerd. Nee, het is alleen nu... jij bent van LZ. De zeil heeft een sterke kant, dat is het waterpolo. Dat gaat ook goed, ook bij de dames. Ik kan me wel voorstellen dat jullie met het waterpolo een verdere samenwerking met de zeil willen. Alleen ik kan me ook voorstellen maar dat ze met de zeil zeggen... Ja, maar we moeten op alle gebieden onze krachten bundelen. En niet alleen aan de kant waarin wij goed zijn. Maar wellicht is er een andere mogelijkheid om de waterpolo met anderen samen te werken. Het is niet per se... Kijk, we doen het nu met de zeil. Maar we hebben ook daar nog ZVL boven hangen. Ja. En we kijken naar wat mogelijk is om het tot een gezonde samenwerking te bepalen. En het is niet per se dat ik zeg van oké, we gaan die kant op. We kunnen ook die kant op, als de mogelijkheid toe dicht. Zit er eigenlijk nog een mogelijkheid tot fusie in? Wat ik in het artikel heb aangegeven is dat op het moment dat blijkt dat het niet reëel is om zelfstandig door te gaan... Mm-hmm. Zal er gekeken moeten worden of het moet opgelegd worden van bovenaf om te fuseren. Ja. Maar vooralsnog hebben de leden heel duidelijk aangegeven, fusie is een no-go. Dus vanuit LZ is gewoon gezegd, dit gaan we niet doen. Maar nu zeg je wel, je houdt de opening open naar de toekomst. En als het nodig blijkt te zijn, dan willen we het. Ik zeg niet dat we het willen. Dan moet het maar gebeuren. Maar je hebt natuurlijk nu een kans dat ze bij de zeil zeggen, hè, als het nodig is... Dan zit je eigenlijk, dan staat het waar, heb je hoog water, zou ik maar zeggen. Klopt. Dat ze dan tegen jullie zeggen, ja, zoek het nou ook maar uit. Ja, dat kan. Maar is het waard om het risico te lopen? Ook als je naar de toekomst kijkt, waarin je samen een bad gaat delen. We hebben heel duidelijk in de ALV een plan meegekregen waarin we aan de slag moeten als bestuur. Eind van het seizoen zal daar meer duidelijkheid over komen. Eind van het seizoen bedoel ik medio mei. Daarin moeten we ook gewoon de tijd voor krijgen. En de onrust die er nu is, moet weg zijn. Dan kunnen we helder denken, wat is wat, wat doen we en wat doen we niet. We begonnen daar in het begin het interview over. De beide voorzitters van beide verenigingen, die hadden liever gisteren gefuseerd dan vandaag. LZ, de leden van LZ hebben gezegd, dit gaat onhandel te snel. We zijn niet goed genoeg geïnformeerd. En het zijn de jongeren, de next generation... die het gek genoeg bij het oude wil houden. De club die de next generation is, wil eigenlijk LZ zo houden zoals het is en liefst geen verandering daarin zien. Ja. Is dat niet wonderlijk? Nee, ik denk juist... Want vroeger waren het al te oudjes. Ik denk dat het juist iets is van nu. Ik denk dat men ook ziet wat er gebeurt. Hoe dingen ontwikkelen gaat soms te snel. Je zegt altijd, geef gekscherend, geef een oma nu een tablet mee, daar kan ze niks mee. Maar geef een kind, dan kan het alles. Ja. Maar jullie zouden dus het kind moeten zijn, de flexibele mensen. Klopt. Niet, hè, want vroeger was dat zo, er wordt al jaren gesproken over een fusie in het waterpolo. Vroeger was het zo dat de oude mannen, die zeiden, nee dat willen we niet, want die hadden nog veters vanuit het waterpolo van vroeger in het water. Toen ik nog waterpolo, als wij bij jullie gingen spelen, was ook het eerste wat er gebeurde in het water, was elkaar een paar flinke klappen uitdelen. Want zo was de sfeer toen. Die sfeer is nu niet meer zo. De jonge generatie vindt het allemaal prima. In ieder geval aan de kant van de zoon. En de ouderen tegenwoordig ook. En dan is er bij jullie nog een clubje die zich de Next Generation noemt. En alles bij het oude wil houden. Ik denk niet dat het een klein clubje is. Ik denk dat er veel meer zijn dan men nu ziet. Het is niet zomaar een manier tot stand gekomen. Het is niet zomaar een proces wat ingezet is. Het is een bewust proces van mensen die vinden dat als je een fusie wil aangaan, je volledig geïnformeerd moet zijn. Je ook daadwerkelijk alle scenario's moet uitgewerkt hebben. Yeah. Alvorens je tot een beslissing komt. En LZ is een heel mooi sterk merk. Je hoeft maar waar dan ook te komen en men herkent het. In Dronten, toevallig vorige week, sprak ik iemand. Oh, dat ken ik. Het is een heel sterk, het is een aanmerk. En dat bepaalt ook waarom de leden en de Next Generation nu zeggen. Ja, weet je, we zijn wel groot. We hoeven niet alleen maar
te participeren in dit fusieverhaal. Misschien moeten we zelfs kijken wat wij meer kunnen in die fusie. Maar wat zijn of dan... niet fusie. Maar die fusie, voorlopig is dat uitgesloten. Ja, klopt. Wat zijn de sportieve ambities nog? Sportieve ambities. Ik denk dat op dit moment voor de kiezen liggen dat voor de zwemvereniging, voor de zwemafdeling, het NK Masters komt eraan, het EK Masters komt eraan. Voor de waterpolo is het zorgen dat er in ieder geval een goed team staat wat competitief is, wat mee gaat draaien echt ook weer. En met een nieuwe coach. Bij het waterpolo ja. Dan? Ja, want het grootste zorgkindje is het waterpolo. Ja, daar kan je niet. Kijk, je kan er niet omheen. Bij de heren dan, hè? Je kan er niet omheen. Kijk, het is, er zit een... we hebben een beperkte jeugd, we hebben een groep heren en natuurlijk treedt daar ook vergrijzing op. Dus je moet ook kijken wat er aankomt. Ja. En daarom zeg ik, we moeten de rust bewaren in de club, kijken wat nou belangrijk is, hoe kunnen we dat op poten zetten en waar kunnen we heen. Nog even een laatste vraag. Over 10 jaar, hoe ziet de vereniging er dan uit en hoe heet het? Ik hoop dat het mooi blauw blijft. En dat we een gezonde en gepaste manier gevonden hebben om te kijken naar de huidige situatie en hoe dat zal uitrollen. Marnix, bedankt dat je dit kwam richten. Dankjewel. En dat is zover deze uitzending van de Tafel met Leendert. Volgende week zijn we er weer. Volgende week maandag dus. Tot volgende week. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent.